Het is namelijk, er zijn een aantal zaken geweest vrijdagavond tijdens de wedstrijd die weer zijn opgevallen. Zo was het dus dat er heel wat mensen niet zaten. Dus dat wil zeggen dat er meer kaarten verkocht zijn geworden. En ja, je hoort dat dat niet zo is, maar als je kijkt naar het aantal mensen in het stadion, dan is het heel duidelijk. Daarnaast is het ook gebeurd, en we hebben met mensen gesproken die een toegangskaart hadden en niet in het stadion konden komen. Ze werden namelijk teruggewezen en het werd aangegeven dat ze bij de SVB moeten zijn, willen ze hun geld terugkrijgen. Ik heb hierover gebeld met de voorzitter van de SVB, John Krishnadat. Ik heb hem deze zaken voorgelegd, ook gevraagd van hoe het komt dus dat er zoveel mensen stonden. En hij gaf aan dus dat deze kwestie voor hun ook nog steeds een vraagteken is. Hij begrijpt niet hoe het zo ver is gekomen, ondanks het feit dus dat men rekening hiermee heeft gehouden. John Krishnadat gaf namelijk aan dus dat het dokter-ingenieur Franklin SS Stadion 3200 mensen kan bergen. En de stadion-announcer, in dit geval was het Ashwin Harpal, die gaf aan dus dat er 4500 mensen in het stadion zaten. En dit gegeven kreeg hij van de matchcommissioner. Nou, ik vraag me af hoe die ertoe is gekomen. Waarschijnlijk ging er vanuit 3200 kaarten zijn verkocht en er waren dus 1300 mensen meer. En dat is iets wat ook niet goed is en ook niet klopt. Met alle gevolgen van dien, als je het zo bekijkt, is er iets verkeerd. Want hoe kan het dat er zoveel, eigenlijk bijna de helft van het aantal verkochte toegangskaarten, meer mensen in het stadion zijn? Iets is niet goed. Iets is verkeerd daar. En je vraagt je af wat er verkeerd is bij de SVB, dus dat deze zaken spelen. We hebben ook begrepen dus dat er een CONCACAF security man was. En die heeft geconstateerd dus dat er sprake was van overboeking. Dus dat betekent dus dat er meer mensen waren in het stadion dan toegestaan. En dit zal de SVB sowieso een boete kosten. John Krishnadat heeft dat ook aangegeven toen ik hem belde hieromtrent. En hij zei van, hier is hieromtrent gerapporteerd geworden dat de CONCACAF, de Surinaamse Voetbalbond, een boete zal opleggen. Met betrekking dus tot het aantal kaarten dat meer verkocht is geworden, vraag je af hoe dat kan. Krishnadat zegt dat er maar 3200 kaarten verkocht zijn geworden. Die waren snel uitverkocht. En ondanks dat waren er meer mensen in het stadion. We hebben begrepen dus dat op een gegeven ogenblik de supposten die normaliter werken vervangen zijn geworden door mensen die gelieerd zijn aan de penningmeester. En dat waren onder andere Luna Thakur Singh, de heer Mangrey en een zoon van hem. Die mannen waren dus belast bij de poorten. En we hebben informatie dat op de wedstrijddag zelf er door een van deze heren kaarten werden verkocht bij een van de ingangen en er geld ontvangen is geworden. Je vraagt je af hoe dat mogelijk is, omdat dat niet kan. En als dat daadwerkelijk het geval is, en deze case zullen we voor u sowieso onderzoeken, dan zullen er koppen moeten vallen. Want dat betekent dat binnen de SVB-organisatie er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen en dat mensen gefaciliteerd worden om hiertoe over te gaan. In ieder geval, de gebruikelijke mensen die belast zijn met de supposten, die waren op de bewuste dag niet verantwoordelijk. Maar Luna Thakur Singh, Mangrey en een zoon van hem waren degene dus die daar belast waren met de supposten. En dan vraag je af van, je creëert daardoor mogelijkheden dat er wordt gemanipuleerd. Ik vroeg ook aan de voorzitter waarom de SVB niet ertoe overgaat om nummers aan de stoelen te nummereren. En hij zei van ja, ze zijn ermee bezig, maar het is nooit echt van de grond gekomen. En dat is ook heel zielig te horen, dus dat men zo'n simpele case niet kan oplossen door de stoelen te nummereren. Als je dat hebt, dan kan je geen problemen meer hebben. Maar waarschijnlijk is het zo dus dat er mensen zijn die er baat bij hebben om de stoelen niet te nummereren. Want als dat gebeurt, kan je niet meer kaarten verkopen. Aangezien elke kaart dan een nummer heeft voor een betreffende stoel. En je gaat daar zitten en je kan dus niet meer kaarten verkopen dan het aantal stoelen dat je hebt. Maar gezien het feit dus dat we merken dus dat telkens weer meer mensen in het stadion zijn dus dan per zitplaatsen, dan is dit een structurele zaak welke aangepakt moet worden. En we hopen dus dat dit in de toekomst
niet meer zal gebeuren en dat degenen die hier verantwoordelijk zijn ook op het matje geroepen worden en desnoods uit hun functie worden ontheven.